achterste ingang. En dit is altijd mooi. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Walter van Walter Meijers. Leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. Kijk gezellig mee vandaag. Ja. Ik ben thuis van mijn werk en ik heb een toch wel redelijk ochtendje achter de rug. Begin van de middag. Dus goed. Ik heb me lekker gedoucht en wel aan omgekleed. En ik was aan het lunchen. Want Linde was gisteren naar de winkel geweest en had frikandellenbroodjes meegenomen. Dus ja, goed. En ik denk, ga je die lekker even eten. Dus goed. En ik was ook mijn analyse even naar aan kijken. En we wouden inderdaad even straks nog, boodschappen gaan doen. En dan kijken vanmiddag eventueel wat aan de was te doen. En dat soort dingen allemaal. Maar ja, goed, dat zien we dan weer. Maar in ieder geval, kijk gezellig mee vandaag. En dan, dan zien jullie het vanzelf wel. Ik laat jullie gewoon verrassen vandaag en dan, prima. Yes, oké. Nou, ik ben even een tijdje verder en ik heb de lunch heb ik op. Dus, en ik wou even een paar Q&A-vragen met jullie doen. Dat is, het gaat over was, koken, poetsen en overige vragen. Dus die wou ik met jullie even meenemen. Dus de vragen is over de was. Het zijn geloof ik 2, 4, zijn maar 5 vragen. Het is een korte vraag eigenlijk. Dus ja goed, daar gaat hij. De was. Drogen of aan de waslijn? Aan de waslijn. Nou, aan de waslijn. Sorteren, alles bij elkaar. Sorteren uiteraard, want dat is ja, dan wel makkelijk vouwen, met... vouwen, strijken. Sorteren is gewoon ook qua donkerbond, lichtbond en... jullie weten het wel, lichtbond en dat soort dingen allemaal. Dus een soort wasmiddel, verschillende soorten wasmiddel. Maar eigenlijk maar één soort wasmiddel. Eén wasdag, elke dag een wasje. Daar kan ik wel op inhaken. Meestal beginnen we dan donderdag vrij, bijna elke dag. Laten we zo eens opstellen. Kleding strijken, ja of nee? Ja. Want dat is dan wel weer netjes, want dan is het weer mooi glad. Dus dat waren de wasvragen. Dan gaan we over koken. Makkelijk of culinair? Nou, voor ons is het meestal wel makkelijk. De weekboodschappen, meerdere keer per week. Nou, zoals jullie hebben gemerkt, gaan we eigenlijk 1 keer per week boodschappen doen. Zoals vandaag uiteraard, neem ik jullie ook mee. Eigenlijk 1 keer per week, maar dat kan wel eens zijn dat er eens, dagen zijn wat we iets vergeten zijn. Dus... vaak hetzelfde per week. Veel nieuwe dingen proberen. 9 van de 10 keer proberen we vaak hetzelfde, zoals jullie zien. En er zijn ook wel eens van die dingen dat we nieuwe dingen proberen. Dat wel. Eten bewaren of weggooien. Nou, als ik net een aardappel of een halve aardappel over heb, dan gooi ik die weg. Maar zoals spaghetti macaroni wat over is, dat bewaren we wel. Aan tafel eten of op de bank eten? Aan tafel. 9 van de 10 keer aan tafel. En soms wel eens op de bank. Maar ook niet vaak. Dat waren de vragen over koken. Dan krijgen we 3 vragen over het poetsen. Stofzuigen of Swiffer? Stofzuigen. Kant-en-klare natte doekjes. Zelf sopje maken. Meestal doe ik dan zelf een sopje maken. Zelf raamlappen
of door de glazenwasser. We doen het zelf. Tenminste, ik hè. Ja, we doen zelf ramen wassen, want dat is kleine moeite voor ons. Dus ja goed, en er zijn plekken waar we niet aankomen, maar ja goed. Dat kan dan wel eens gebeuren. Dus, en dan krijgen we de laatste vier vragen, de overige vragen. Iedere ochtend het bed opmaken of laten voor wat het is? Het punt is, ik zou zeggen, iedere dag het bed opmaken. Maar we laten ook wel eens vaak het bed even open voor te luchten. Ja, en dan maak je het einde van de middag, doe je het, of einde van de ochtend als je thuis bent, doe je dan eventueel opmaken. En dan is even een cadeautje in het pakken. Ja, en dan doe ik wat ik dan zeg van, ja, einde van de dag of halverwege de middag, dan zeg ik van, goh, ik ga het bed opmaken en dan is het goed. Met de handwasser of vaatwas? Ja, jullie weten het, de vaatwas. Lekker makkelijk inruimen, proberen of het past of niet en probeer hem eigenlijk zo vol mogelijk te doen. En de vaat is ook echt wel schoon hoor. Dus, en ik doe hem één keer in de maand doe ik hem schoondraaien en dat is dan ook wel weer fijn. Opgeruimd huis of rommelhuis? Opgeruimd. Wat denken jullie zelf? Nou, ik zal het maar zeggen. Een redelijk opgeruimd huis, vinden wij. Maar het is toch netjes, dus... krijgen we de laatste vraag. Wie doet het huishouden? Jij of je partner? Kan ik kort en krachtig op antwoorden? Het meeste, maar dat heb ik al een keer uitgelegd. Ja? Het meeste en vooral het grote grofferwerk doet Walter, maar wat ik kan... Doet Linda ook. Ik zit niet altijd alleen op de bank. Nee, we doen het samen. Doe ik ook. Dat is eigenlijk samen. Meestal de grovere dingen, dat doe ik dan. Dat dus, ja goed, dat waren de vragen. Dus ja, ik hoop dat jullie dit leuke vragen hebben gevonden. En dan, ja, dan gaan we even zien. Als Linda dadelijk klaar is, gaan we naar de winkel wat boodschappen halen. En dan... ja, ik mag vandaag even een cadeautje in het pakken. Ja, want dat is al een cadeautje voor zijn verjaardag. Voor de verjaardag. Maar ik zal nog niet zeggen wat het is, maar dat... Nee, want dan zit hij in de vlog. Want hij kijkt de vlogs mee, dus niet zeggen. Dus, ja goed. En zo was ik dan nog meer even aan het koekeloeren op de tablet. En tegen die tijd komt dat ook allemaal in de vlog, dus... Ja... Dus ja, goed. Dit waren de vragen wat ik al zei. En dan weten jullie dat. Dus, yes. Oké. Zo, ik laat het even voor wat het is. De Q&A-vragen. Ik hoop dat jullie daar genoten van hebben. En ik neem heel even de hamster even mee. Want die stond hier beneden. Dus die ga ik boven zetten. En dan ga ik ook gelijk boven mijn schoenen even aandoen. En dan, ja, dan neem ik jullie nogmaals gezellig mee. Kijk, het bed. Dat is wat ik bedoel. Dan laat ik lekker de hele dag het luchten. Zoals hier is die kat. Dus, ja goed. Even deze deur even dicht. En even lekker de schoenen aandoen. Dus dat ga ik even doen. En dan zien jullie het zo. Ja. Zo, ik heb de schoenen heb ik aan. En wel linker of linker. Dus ja. Ja, goed. En dat is zo'n pakkettenkeus. En toevallig staat dan van ons erop. Dus ja, die hebben we net gekregen in de bus. Dus ja, goed. Wij gaan naar de winkel. En dan zien jullie ons zo in de auto. Zo, we hebben die jas hebben we aan. En we gaan ook weer de lege flessen even inleveren bij de twee winkels. Dus ja goed. Let's go. Dan kunnen we wat boodschappjes halen. Dus. Let's go. Tot
goed zo. Zo, wij zitten in de auto. En dan gaan we richting Duitsland. Yes. Oké, en dan zie je ons daar weer. Oké. Goed zo. Je hoeft maar twee dingen te kunnen zeggen om Rotterdams te kunnen praten. Je moet kunnen zeggen, oh ja joh. En je moet kunnen zeggen, zo. Wij zijn bij de Aldi in Duitsland aangekomen, zoals jullie weten. En dan, in leven alles. De klep dichtmaken en dichtmaken. Auto dicht op slot, dus goed. En dan gaat even een karretje pakken. En wij zijn weer bij de Aldi in Duitsland. Wat een donker licht in één keer, hè? Dus ja, goed. Dan gaan we het zien. Het zal niet veel boodschapjes zijn, een paar boodschapjes, dus voor een paar dagjes. Dus, ja, dat zijn de lege flessen. En dan gaan we naar binnen. Wie heet u, Linda? Ja. Ja? Oké. Dus, op naar binnen. Ja, goed, we zijn nog met z'n tweeën, dus. Donker licht in de keer. Even de flessen. Yes. Erin. Yes. Zo. Fles ingeleverd. Dan gaan we weer verder. Ja. Meer plantjes. Hoi. Kijk. Zo. We hebben de groenten wat we hebben. Dus we gaan en het vlees. We gaan even verder. Het is toch tamelijk druk in de winkel. Dus. Yes. Kijk, de vorige keer was dat bijna op. Dus het gaat best snel hier, die boter. Heel veel product hier. Hier is de bakker afdeling. We gaan nog even die kant op. Er zijn ook wat mensen. Dus ook voor de kerstmis al, dat begint nou langzaam in Duitsland. Dus, ja goed, en dan zie je hier die, ik moet even snel, want er zijn een hoop mensen hier. Kijk, daar zijn wat, overal zijn wat mensen. Dus, we gaan even verder. Zo, we zijn binnen klaar. De kar is bijna vol. Yes. En we gaan gewoon die kant op. Oh. Nou, en hier heb je de bakker weer, dus. En nog een brood. We hebben wat te eten. We zijn nog bij de koeling. Nou, we hebben alles. We gaan richting kassa. En kijken wat de schade is. Zo, we staan bij de kassa. En dan is even wachten. En dan, wat ik al zei, kijken wat de schade is. Tenminste van de boodschap. Dus, yes. En dan gaan we weer verder. Yes. Tot dadelijk. Zo, we staan bij kassa 3 en alles ligt op de band. Yes. Zo, we hebben de boodschappen ingepakt. En we gaan de winkel verlaten. Dus wij gaan naar buiten. Linda komt eraan. Achter mij. En dan gaan we richting auto. En inlaaien. En karretje terugbrengen. En dan zeggen we Aldi, dankjewel voor de boodschappen. Tot we die hebben weer mogen kopen. Ja, ik moet ook uitkijken. Want er komen overal auto's aan alle kanten aan. Dus, dat is Linda. Dus, we gaan even inlaaien. Dan zie je ons. Zo. De karretje klinkt. Dus het staat in de auto. Ik ga even een kaartje terugbrengen. Yes.
hele hoop karretjes. En daar staat de curryworstenkraam. Die staat daar. Dat is altijd lekker. Broodje curryworst hebben we een keer gegeten. Krijg je van die kleine stukjes, doen ze dan kleine stukjes snijden. En dan met bepaalde saus en dan een soort poeder. Dat is dan ja, wel lekker. Dus ja goed, zit in de auto. Dat is Linda. Dus in ieder geval, we hebben de boodschappen weer in huis. En dan gaan we richting de volgende winkel. Yes! She was just a walking down the street singing. Popping her fingers and shuffling her feet singing. We zijn bij de Aldi in Nederland zijn we gekomen, kijk maar. En ja, we gaan even de tas even pakken. Dat is wel zo handig. En even de deur afsluiten. Dus ja goed, we gaan weer naar de supermarkt. Zo, en even een karretje gepakt. Die hebben we ook niet veel nodig. Ja goed. Vrouw deed een karretje en er zat 5 cent erin. Dankjewel. Ja goed, we zijn binnen. Zo, hebben we boodschapjes. Even een paar vlug halen. En dan gaan we naar de kassa. Yes. Oké. Ja. Prima. Kijk, ten eerste koelen. Even snijworst. Vindt Linda lekker. Ja, ik ook trouwens. Maar niet te veel eten. Dus we waren hier. We gaan langzaam richting kassa. Zo, we staan in de kassa. We hebben een paar boodschapjes. Even wachten. Yes. Zo, de boodschapjes liggen op de band. Even wachten. Zo, we zijn langs de kassa geweest. We gaan de boodschappen inpakken. Zo, we hebben de boodschappen ingepakt. In de tas. En we gaan de Aldi verlaten. Dus wij gaan richting de auto. Yes. Linda gaat de kar even terug. Dan is dat ook weer mooi geregeld. Ja, ja, ik heb nog mijn handen vol, dus. Ja. Komt goed allemaal. Ja, uiteindelijk komt toch altijd alles op zijn pootjes terecht. Dus. Ja. Waren niet zo heel veel, dus. Zo. Ja, in de voorraad van de Aldi. Wordt ook bevoorraad. Dus er is genoeg te verkrijgen. Alleen het stinkt een beetje naar diesel. Dus. Ja goed. Zitten we in de auto. Oh. Was de radio. We zitten in de auto. Riem om. En dan gaan we even bij Linda's. Dus. Dan zie je ons. Zo. We zijn even thuis gestopt. Ja. Want we moesten allebei naar de wc, dus ja, dat is dan wel handig als je net even in de buurt bent en je hebt hoge nood. Dus, ja, maar in ieder geval, de boodschapjes hebben we in huis. We gaan nog even naar Jan Linders. Alleen, ja, voor de nieuwe kijkers, ik mag dan niet meer filmen, want ik heb er op mijn beetje op de kop gekregen. Wat ik aan het doen was en zo, maar dat is tot daar aan toe. Maar in ieder geval, wij gaan nog even naar Linders in Brunsum. En dan zien jullie het zo. Zo, we zijn bij Jan Linders aangekomen bij de supermarkt in Brunsum. Dus Linda gaat een karretje halen. Ik ga nou niet filmen daar, want dat mag niet. En ja goed,
Dan zien we jullie dadelijk weer als we klaar zijn met de boodschappen. De ene winkel laat het toe en de andere winkel had zoiets van, wij willen dat niet. Snap je? Dus, maar geen nood, dus dat is bij Jan Linders schijnbaar bekend. Dus ja goed, we gaan het zien en dan horen jullie het strakjes wel. Yes, tot zo. We gaan Jan Linders gaan we ver laten. We gaan even het auto inlaaien en dan prima. Ja, want ik heb lege dozen meegenomen voor het oude papier. Want als de papiercontainerramp vol is, dan kunnen we die lege dozen gebruiken, kunnen we die ook weer vullen. Dus ik heb wel een paar, maar ik zag ze toevallig liggen. Ik denk meenemen. Hebben is hebben, hè. Hebben is houden, hè. Dus in ieder geval, we gaan even de auto inlaaien. Zie ons zo. Nou. Linda gaat het karretje terugbrengen. We hebben de auto ingeladen. En wel. Dus. Zo, ik heb hem gelijk even op de standaard gezet. Dus ja. Even sleutel pakken, anders kunnen we niet starten. Hè? Dus ja goed, dat is dat. Even de riem om en even wachten tot Linda komt. En dan, we moeten ook nog even tanken. Even kijken hoe laat het is. Oh, 2 uur. Dus we hebben nog een uurtje. En dan... yes. Oei. Dus... ja goed, dat moet dat ook even gebeuren. Even getankt. Ik denk dat we eerst even naar huis rijden. En van thuis uit rijd ik dan even door naar het tankstation. Yes. Tot zo bij. Tot zo thuis. Ja, kan ik wel even vertellen. Die dozen is wel makkelijk. Is in de supermarkt liggen. Ja goed, en je hebt niet geen, en je hebt geen container, dan is dat wel makkelijk. Want ze komen bij ons 1 keer per maand dat papier ophalen. En dan ja, is het wel fijn als de container dan vol is. Dan kunnen we die maar vullen. Goed. Linda komt ook. Ja. Dus... ja, Linda zit ook in de auto. We gaan de auto starten. Let's go. En daar gaan we. Yes. Zo, we zijn even bij tankstation gestopt. Want, ja goed, ik moet toch even tanken, want anders komen we niet ver. Dus in ieder geval, we gaan dat even doen en dan zie je het zo. Zo, ik heb weer getankt en wel. Dus, en we gaan op nou naar huis. Dus, ik ga altijd hier tanken. Dat ligt op de langs de snelweg ligt dat. En ja, doe ik ook altijd met de scooter hier ook tanken. Dus ik doe er altijd V-Power in. En dat is dan wel goed, zeggen ze. Dus ze houden de motor schoon. Heb ik geloof ik al een keer verteld. Dus in ieder geval, dat is dat. Wij gaan richting huis toe. De boodschapjes uitpakken. Die ene had ik al. Dan bijna de school uit. En dan is dan nog een klein half uurtje. En dan gaan wij... Daan van school halen. Dus ja. In ieder geval, dat is dat. En dan zie je ons thuis. Zo, wij zijn thuis aangekomen. En we hebben de boodschappen in huis. Ja goed, dat zijn wat chippies. Lekker pepernoten. Nog een zak chips. Nog een zak chips. Pannenkoeken. Keukenrol. Pannenkoekenmix. Die vindt Daan altijd lekker. Zaanse mayonaise vinden we lekker. Klein kalveerpotje mayonaise, witte chocola, flesje water. Een ui, want ik maak voor frietje speciaal. Voor frietje speciaal, rijstwafels, komkommer, koekjes voor bij de koffie, curry. Een of andere badschuim. Ja, hier moet... Ja. En nog een badschuim voor de haarshampoo. En dan hebben we 2 blikjes 7-Up. 2. Oh, dat viel wat om. En flessen cola van het merk Gewoon. Dan hebben we ook 2 flessen van. Ja, en dan is de tas leeg. En dan hadden we hier al een en ander al dingen. Kijk, en dat zijn met punten. Zo'n lekker huzarensalade of wat dat ook is.
Ik weet het niet precies, maar ja, goed. IJstee hebben we, IJstee flessen, melk en dat soort dingen allemaal. Vleeswaren hadden we gekocht. Dat en varkenslapjes, ja, mandarijnen hadden we al. Een wortel hadden we gekocht. Ja, goed, we hadden hier kaas hadden we gekocht. En smeerkaas hadden we, ook wel laten zien. En boter. Dadelijk komt ook visite. Ja, dadelijk komt ook visite. Dus ik ga die eens proberen. Kijken of ik het lukt. En dan, ja goed. Dan denk ik dat dat wel lekker is. Dus huzaren salades of zo, hoe heet dat? Weet ik veel. Maar mag er niks uit, maar dat zijn... om de 2 weken of zo komen ze met producten en die kan je met punten inwisselen. En dan heb je ze gratis. Ja goed, je hebt ervoor betaald, maar... Ja goed, je levert de punten in en dan heb je product dan gratis. Dus in ieder geval, dat gaat Linda opruimen. En dan ga ik eens even proeven. Pak eens een theelepeltje. Ja, dus dan ga ik dat eens even... Goed, en we gaan toch strakjes eten, dus ja goed, we gaan eens proberen. Zo, ja, zo vaak eten wij dat niet, dus tot we dit eigenlijk nooit dingen. Lekker, dus ik ga hem even eten. Nou, Linda heeft er ook van gegeten, alleen ze had er genoeg van. Is best lekker. Dus ja goed. En dan moet je voor zoveel euro moet je dan boodschappen doen. Dan krijg je zoveel punten. Zalig. Dus ja, dat is bij Jan Linders. Want ik meen, Jan Linders is alleen maar in Limburg en Brabant, dacht ik. Dus, want laatst waren we naar Arsen en er was ook dan een Jan Linders. Dat was iets van 10 minuten van het park af. En mocht het nodig zijn, maar ja goed, dat hadden we dus niet. Dus we hadden het meeste van hier thuis meegenomen. Dus ja goed. Linda is bezig met de boodschappen uitpakken. En inderdaad, dadelijk gaan we Daan halen. Tenminste, dat zal ik wel, want we krijgen dadelijk ook bezoek. En dan gaan we daar ook even mee gezellig kletsen. Want die komt regelmatig hier over de vloer. Dat is een kennis van ons, is dat. En ja goed, die komt dan regelmatig even op bezoek. En ja goed, die vindt het ook leuk om Daan te zien en zo. Dus ja, dat is dan wel weer hartstikke leuk. Ja, Linda is aan het snoepen uit de kast. Kijk. En dat is voor iedere vrouw. Ik weet niet of het zo is, maar dat is gewoon chocola. Maar pindakaas. Ja, ik heb ze geproefd, maar ik persoonlijk vind het niet zo lekker. Dus ja, goed. Linda heeft de boodschappen uitgepakt. Ik ga de tassen opruimen en ik moet nog een witte was even nog ophangen. Dat moet ook nog gebeuren. En dan is het langzaam tijd voor Daan te halen. Dus ja, goed. In ieder geval, dat is dat. Dat laten we even, of dat gaat Linda dadelijk even opruimen en wel. En dan kan ik even die andere dingen doen. En dan is het allemaal weer Pico Bello. En dan neem ik jullie gewoon gezellig nog mee vandaag. Yes! Zo, ik ben even boven op de waskamer gaan staan. En de witte was, ja, was wel niet veel, maar dan is dat ook alweer gewassen en ook weer mooi schoon. Dus ja, goed. En de rest, zoals die donkerbonte was. Ja, ik doe altijd handdoeken wat we gebruikt hebben. Ja, die leggen we normaal op de grond, maar... Deze had ik dan hier even opgehangen, want anders, ja goed. En de bedden maken we straks lekker op. Dus dat komt dan wel weer. En hier, het zijn allemaal van die vliegjes die je allemaal op die witte muren. Ja goed. En daarom snap ik ook dat mensen een bepaalde kleur gaan verven op de muur. Dus ja goed, wij zijn thuis. Ik heb nog even nog 5 minuutjes waar ik even kan zitten. En dan ga ik Daan halen. Kan Linda het bezoek ontvangen. Hè? Ja. Wat zeg je? Dus dat is dat. En dan zie je ons zo.
heb de jas heb ik aan en het is ook tijd om nou Daan van school te halen. Dus in ieder geval, als we thuis komen, dan is het bezoek als het goed is hier. En dan praat ik jullie straks wel weer bij. Hè, Linda? Ja. Yes, dus in ieder geval. Okidokie. Hè? Hè, Linda? Is goed, dat haal ik. Ik ben thuis aangekomen met Daan gehaald. Wij zijn thuis aangekomen. Was het op school? Nee. Goed zo. Maar hij was één ding vergeten, dus ik moet heel even terug naar school. Want hij was een etui, pennen etui was hij vergeten, hè? Ja. En dan was hij spelletje aan het doen. Dus ik ga heel even terug en dan zie je het. Zo. Ik ben weer thuis van school, dus dan had ze een etui. Had hij vergeten, dat is van Pokémon. Dus hij vond die mooi, dus die heeft hij ook gekregen. Dus hij is thuis. Want, wat is het vanaf vandaag? Wat heb je vanaf vandaag? Herfstvakantie heeft hij nog een hele week. Ja, het is namelijk zo. Ik en Linda moeten helaas werken aankomende week, dat wel. En ja goed, we kunnen het nou niet permitteren om nou nog een keer voor de derde keer op vakantie te gaan. Deze periode, dus... Daarom zijn we in het voorjaar geweest en niet in het najaar. En in de zomer? Oh ja, en in de zomer zijn we ook op vakantie geweest, wat jullie hebben gezien. In oktober, als we weer naar school moeten die maandag, is het dinsdag 1 november, dan komen allemaal leuke dingen aan. Ja, dat sowieso, want de Sinterklaas komt dan langzaam. En dan zouden we gaan kijken voor een vliegvakantie te boeken. Oh, volgens mij was dat op de deur. Dan aan de deur, ja, dus klopt. Even pauze zetten. Zo, ik ga hier even boven even schoenen uit. Staan kinderen voor de deur, dus even wachten. Ja, ze vragen of Daan dadelijk buiten komen spelen, maar ja goed, we krijgen dadelijk bezoek en het is leuk als Daan erbij is, dus ja. Dus dat is dat. Dat is ook even waarom we ook niet op vakantie gaan. En ja, goed. Oh, ik hoor de bezoek al binnenkomen, dus ik ga naar beneden. En dan spreek ik jullie later weer. Want ik neem jullie sowieso mee met het eten maken. En dan komt het allemaal helemaal dik in orde. En wat we eten, dat zien jullie vanzelf. Hè. Dus in ieder geval, blijf gezellig nog hangen. En dan spreek ik jullie later. Het bezoek is net de deur uit. En Daan is er ook weer, dus wat ben je te eten? Pepernoot, ben je oké? Nee, dank je. Ik ben pas ziek geweest. Nee, grapje. Ik vind ze persoonlijk ook wel heerlijk. Dus ja goed. Ik heb even de schoenen aan, want ik moet even wat gaan halen. Want binnenkort is er iets voor ons dan, iets speciaals. Maar dat merken jullie wel vanzelf wel. Als dat het zover is, zullen we het daarop houden. Dus, maar ik moet heel even eerst naar een winkel toe. En want, pasfoto's laten maken voor je rijbewijs. Ja, want ik moet volgende week mijn rijbewijs ook verlengen. Ja goed, daar heb ik pasfoto's voor nodig. Dus dan moet ik even kijken of ik dat vandaag anders dat morgen wel. Even doen. Dat gaat wel, maar zo dat. Linda. Maar dan moet je af en toe achter de veren zitten. Want, Ja goed, ik ga heel even de spullen even pakken en dan ga ik daar even naar toe. Dus in ieder geval, dat is dat. Ik laat de standaard even thuis en dan zien jullie het vanzelf wel. Ik ben weer thuis aangekomen en eerlijk gezegd ben ik even naar de Action geweest. Ik heb wat spulletjes gekocht voor tegen die tijd. Als het zover is. Ja, jullie zullen het wel gemerkt hebben dat dingen aan goed aan het lopen zijn. Bepaalde dingetjes. Dus, maar meer kan ik ook niet verklappen. Huh? Meer kan ik ook niet verklappen, want dat merken jullie vanzelf wel in de vlog. Dus ik ben er bijna, maar nog niet helemaal. Ik heb nog geen 1K, dat niet, maar... Dat zullen jullie wel merken. Maar in ieder geval...
Dan weet je dat. Ik ga even mijn schoenen even uitdoen. En dan gaan we langzaam eten maken. Ja. Dus, wat we eten zien jullie zo. Dus ja, en de wasstad komt dan morgen wel. Dat moet nog even lekker drogen, want ik heb hier boven overal de raam heb ik openstaan. En dan kan het ook een beetje doorluchten. Dus ja, goed. Dus dat is dat. En de bedden mag ik straks wel op. Ik heb nou even niet zoveel zin. Dat is heel gauw opgemaakt. Dus kan het ook goed luchten. Dus ja, we zijn televisie aan het kijken. Kom op, Wilbert, door. Wat ben je aan het kijken? Iets met liesbreuken. Bij In de Buik van Roos. Oh, gaat over liesbreuken. Buikvlies om de organen op zijn plek te houden. In de lies zit ja, ja. Ja, sorry daarvoor, maar ja goed, ik zal langzaam eten gaan maken. Denk daar maar niet aan. Dus daar is de kat. Die is ook daar. Dan ga ik ook even voor uitleggen. Want het is wel langzaam tijd om eten te gaan maken. Dus ik zet jullie hier even neer en dan zien jullie vanzelf. Nou, kan ik jullie wel laten zien. We eten vandaag heerlijke frietjes. En ik hoorde Linda net zeggen dat de kat al verzorgd is. Dus ja, goed. Goed, als ik weg ben, dan kan ik dat ook niet weten. Dus... Zo, en je laat erin doen. Oh, niet te veel. Zo, dat is toch wel meer als genoeg, wou ik zeggen. Hoe is het even op temperatuur. Ja, ik doe hem altijd even wat langer. Dan weet ik tenminste zeker dat het goed is. En wat eten we erbij? Frikandellen. En een paar bitterballetjes. Even kijken of wat. Dus dat gaan we eten. Ik ga even gewoon tafel even dekken. En dan kan dat even rustig zijn gang gaan. Want we lusten ook een broodje frikandel. En Linda heeft de ui meegenomen. Voor eventueel friet speciaal of een frikandel speciaal. Dat weet ik dus niet, maar dat zien we dan wel weer. Maar in ieder geval, ik ga eerst even tafel dekken. Zo, ik heb de tafel heb ik gedekt. Dus dan kunnen we dadelijk heerlijk lekker gaan eten. Dat is één ding. Oh, ik ben nog één dingetje vergeten. Linda is de ui aan het schillen. Even kijken. Die was ik ook vergeten. Want die ene curry was bijna op. Dan hebben we een nieuwe tube meegenomen. Oh. Zie je, een nieuwe tube. En die Zaanse mayonaise vinden we ook wel lekker. Dus ja, Daan is hier nog een beetje aan het spelen. En Linda is nog altijd de uien. Moet je nog niet gaan huilen? Bijna. Ja, ze zeggen dat wel eens, hè. Als je uien gaat schillen, dan ga je ook huilen. En ze hebben van al, ik heb er wel eens filmpjes van gezien waar mensen echt brillen opdeden. Waar je denkt van oi 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 oi. Maar ja, goed. Het schijnt toch, ja. Volgens mij was dat een man die de uien gesneden had toen, hè? Ik weet het niet, maar ik heb dat wel eens gezien. Dat soort filmpjes. Ik krijg er ook ja, dat is zo scherp, maar het is wel heerlijk. Dus ja goed, de frietjes zitten erin. En ik ga dadelijk als eerste even frikandellen bakken. En dan, ja, dan is het weer heerlijk. Kunnen we heerlijk gaan eten dadelijk. Dus in ieder geval, dat is dat. En dan moeten we eventjes nog wachten. En dan komt de rest van zelf wel. Zo, we moeten nog eventjes wachten, een paar minuutjes nog. Ik heb net ook even geschud en wel. En even met de lepel... Even met de lepel even een beetje onder geschept. Dat die zachte stukjes onder weg waren. Dus die liggen nu bovenop. Dus het kan zijn. Ja, het begint heel langzaam. Want het is altijd moeilijk met friet te maken.
om, dan heb je bovenkant heb je dan erg lekker krokant en onder is dan heel erg zacht. Dus, maar ja goed, dat is een is de airfryer. En het is zo, het ruikt zo lekker. Mmm, heerlijk. Dus ja goed, het is nog even wachten. En de rest, weten jullie het wel. Zo, de frietjes zijn klaar. Ik heb de frikandellen heb ik erin. Dus die ga ik heel even aanzetten. Ja, ik doe alles op 200 graden. Dus, en dan iets langer als normaal wat op de verpakking staat. Want dan, als ik dat doe, dan hebben we echt van die hele zachte producten wat erin kan. Dus ja goed. Dus in ieder geval, wij gaan heerlijk eten. Au. Dus Daan was met de bal. Dat is Daan. Oh, sorry mama. Dus wij gaan heerlijk eten nogmaals. En dan, ja, dan gaan we er heerlijk lekker van smaken. Dus in ieder geval, blijf nog even gezellig hangen. Zo, ik en Daan zijn er klaar met eten. Linda is nog rustig aan het eten. En de frikandellen moeten nog een minuutje of 10. Die kan wel af en toe spieken zo, maar... 10 minuten, ja, dan zijn die wel echt wel gaar. Want op de verpakking staat 5-6 minuten, maar dan heb je echt van die hangfrikandellen. Dus dat is niet lekker. Dus dan laat ik ze liever even een paar minuten wat langer laten lopen. Pannenkoek. En dan is het ook tenminste ook smaakvol. Dus dat is ook belangrijk. Alleen op je hoofd! Ja, ik maak kopbal. Dan heeft zo'n bal, ik weet niet wat voor bal het is. Stressbal. Stressbal heeft hij. Ja goed, dus in ieder geval, ja. We moeten nog even wachten op de frikandellen. En dan een paar bitterballetjes nog maken. En dan gaan we dan heerlijk eten. Kijk eens, ik kan vliegen. Ja, maar dat doe je toch niet op de bank? Hij is zo baldadig, hè. Maar goed, in ieder geval... dat is dat. En dan gaan we daar even wachten. Nou, ik heb even 2 frikandellen waren klaar. En die andere moeten nog heel even. En dan kunnen we even daar al aan beginnen. En wat was jij aan doen dan? De bal proberen te plakken. Ja, goed. En jij Linda? Wat was jij aan het doen? Ik wacht en eten laten zakken. Ik zit vol met frikandellen. Even een grapje tussen. Ja goed, we gaan heerlijk eten. Zo, de andere frikandellen zijn ook klaar. Kijk maar. Linda gaat gelijk graaien. Ja. Ja, Daan was met lekker. Plakband bezig om die bal te maken, maar dat is niet zo fris Daan. Dan zou je dat even alsjeblieft aan de kant willen leggen. Ook goed. Dan gaan ze lekker eten, dus ik heb nu wat bitterballetjes erin. Dat kan ik wel heel even laten zien, dan kunnen ze ook nog. Een paar bitterballetjes. En dan is dat ook weer dadelijk klaar. Dus wij gaan heerlijk eten. En dan zie je het, zo. Zo, wij zijn klaar met eten en wel. En ja goed, we gaan dadelijk opruimen. En dan, we gaan nou eerst even opruimen en wel. En dan even de aanrecht schoonmaken en de vaat aanzetten. En dan is het langzaam. Hun moeten zich nog douchen. En ja, dan is het langzaam. Maar zeker gaan we dan afsluiten tegen die tijd. Maar in ieder geval, blijf nog eventjes hangen. En dan zie je ons. Zo, zo we zijn even een tijdje verder. En de tafel is afgeruimd en wel. En ik heb met de doekjes even nog een keer schoongemaakt. Dus ik heb even wat anders. En ik merk dat het aardig langzaam donker aan het worden is. Dus anders valt er weer. Even het koffiezetapparaat even terugzetten. Ja goed, we hoeven nog niks klaar te zetten. Dus wel fijn op de vrije dag. En even de kukrol even dat doen. Kijk of de poort dicht is. Dat is rotsen, dat moet nog in een container, maar dat doe ik morgen wel of zo. Ik heb er nog geen zin in. Ja goed, het is wat het is. Alles is nog dicht.
En dan, die gaat ook dicht. En dan, ja, gaat Daan zich tellig zo heerlijk douchen. En wel. Ik ben inmiddels aangekomen op de locatie. Dus hij was Thomas, of het is aan het... Niet Thomas de Trein, maar Thomas schijnbaar. Die is bij... Dat zijn alpaca's. Ja, hetzelfde kapsel. En dan hebben we hier de andere boreas. Want ze zijn net zo zacht als Paco. Zijn die alpaco's, hè? Het komend uur moet ik dus op deze twee passen. Dus... Ja, dus hij moet iets van huisdieren passen, maar goed. Ja, goed. Wij gaan de vlog gaan we afsluiten. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. En ja, ik zal wel heel even licht maken. Zo, dan kunnen jullie ons beter zien. Dus hij was dat aan het kijken. Dus laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Excuses. Even pauze zetten. Dankjewel, Daan. En dan gaan we bij deze de vlog afsluiten. Linda is zich boven aan het douchen. En die gaat dadelijk ook heerlijk de pyjama aandoen. Ik ook heerlijk de pyjama. Daan moet zich alleen nog douchen. En dan gaat hij ook heerlijk de pyjama aan. En dan is het langzaam tijd om hem naar bed te brengen. Hè? Dus in ieder geval, Daan, even niet. Vond je dit een leuke video? Deel een like. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En dan zien we ons de volgende vlogs weer. In ieder geval, hartelijk dank voor het kijken naar deze vlog. En een fijne avond, of wanneer je het ook kijkt. In ieder geval een fijne dag, fijne ochtend, fijne middag. Maakt niks uit. In ieder geval een fijne dag gewenst van ons uit toe. En in ieder geval, top dat jullie hebben gekeken. Dus in ieder geval, tot de volgende vlogs. Doei!